Je luistert naar Exact FM. Exact FM. 1064. Exact FM. Ja, luisteraars, het is donderdagavond, 9 uur. Dat betekent toen op Exact FM Radio altijd weer tijd voor Jos op donderdag met een keur aan onderwerpen. Dan is er een gesprek met Rinkje van der Wal Wiegem. En Rinkje die doet mee aan de kunstroute van 5 en 6 oktober hier in Barnecht. Is ook nog bandleider van de Early Roosters. En afgelopen zondag kwam ik haar tegen bij de Wereldhavendagen. Rijk een interviewtje met haar genomen en de band opgenomen. En dat allemaal straks in het tweede uur. Ja, wat... Even iets anders. Wat hebben de kunstroute, het Houten Hok, de Wereldhavendagen en Exact FM Radio met elkaar gemeen? Nou, dit. Ja, luisteraars. 4 en 5 oktober is het dan weer zover. De kunstroute in Barendrecht. Veel kunstenaars en kunstenaressen zullen hun werk tentoonstellen. Daaronder onder andere ook Rinkje van der Wal van Wiegem. En dan oplettende luisteraar denkt natuurlijk, Rinkje van der Wal van Wiegem, waar kennen we die nog meer van? Nou, dat klopt. U heeft inderdaad goed geraden, ze is ook zangeres. Ze is zangeres van de bluesformatie Early Roosters, die vorig jaar in december optraden bij het Houten Hok in Heerlsdam. Maar ook dit jaar hebben ze toegezegd dat ze kunnen en ook komen spelen daar in Heerlsdam. Ik ben hier vandaag bij de Wereldhavendagen in Rotterdam en wie zie ik daar op de hoek? Met veel publiek staan te zingen en te spelen. Inderdaad, Rinkje van der Wal van Wiegem met de Roosters. Rinkje, wat leuk om je te zien. Ja, hartstikke leuk. Wat een toeval. Inderdaad, wel een toeval, joh. Wat een gezellige drukte. Echt, ja, het is hartstikke gezellig en druk. Het regende eerst even wat spatjes, dus het was nog even heel erg spannend. Maar nou, het is stralend weer en droog en ja, het publiek stroomt toe. Het is hartstikke gezellig. Hoe komen jullie hier verzeild geraakt? Ja, wij zijn gevraagd door de organisatie van Wereldhavendagen. En we hebben gisteren hier gespeeld tussen 1 en 4 en vandaag weer. Dus ja, dan doen wij dat, uiteraard. Is het nou makkelijker of moeilijk om buiten zo met doorlopend publiek te spelen? Of zeggen, joh, dat maakt ons niet uit. Wij trekken toch wel flink aan de bel en we spelen gewoon voor God de Vaderland. Ja, het is anders. Het is eigenlijk publiek wat natuurlijk voor de boten komt en voor de Wereldhavendagen. En dan is het hopen dat de mensen blijven staan en hangen en toch genieten. Maar gelukkig gebeurt dat. Ik hoorde zelfs verzoeknummers. Ja, inderdaad. Er waren mensen die waren gisteren geweest. Verschillende mensen, onafhankelijk van elkaar. En die zeiden, nou, wij komen morgen zeker weer terug. En nou, één daarvan had een verzoeknummer gedaan bij mij. Hoochie Coochie Girl. Hoochie Coochie Girl. Ja. Ik zag zelfs kleine kinderen die mee gingen dansen. Ik zag oude bluesfrieken die ineens, hé, wat gebeurt hier? Hé, herkenbaar. Ja, echt geweldig. Hebben jullie ook het repertoire aangepast? Of, Nee, we hebben gewoon lekker ons eigen repertoire aangehouden. Kijk, je kan toch niet iedereen tevreden houden. En je weet ook niet wat voor muziek men leuk vindt hier. Nee. Wij spelen niet de Jantjes, dus gelukkig jammer. Niet. Nee, gelukkig niet. En ze vroegen naar ons, dus... Dan spelen we ook gewoon hetgeen wat wij, waar wij goed in zijn. Wat ik erg knap vind, is dat jullie speelden zonder geluidsman. Zelf alles meer of meer uit aan het mixen waren. En het geluid was gewoon perfect. Ja, ja, maar dat is wel de verdienste van Tim. Timothy Wildschut, die is dat de man met die witte hoed? De man met de witte hoed. Ja, ja, die is eigenlijk geluidsman. Maar ja, hij is natuurlijk in dit geval ook toetsenist. Dus hij doet alles zelf. Hij regelt alles zelf. Hij regelt alles zelf. Hij wordt daar wel een klein beetje gek van, maar we houden het onder controle. Ik heb zelfs aan hem gevraagd of hij misschien wat opnames zou kunnen opsturen. Dus dat betekent dat straks na dit interview, in dit uur ook, de Roosters gaan horen. Ja? Oh, dat zou heel erg gaaf zijn als het gelukt is, hè, die opnames. Zal toch wel? Ik hoop het. Nou, als het net zo goed klinkt als dat ik hier vandaag live heb kunnen horen, dan moet het perfect zijn. Oh. En het moederleven gaat gewoon verder, zie ik, Rintje. Moment, ja. Ik hoor eventjes... Ik ga naar de wc. Oké, schat. Is goed, lieverd. Ja, mijn dat zoon heeft live, net he? Ja, hij had net een suikerspin. En hij zat helemaal onder de...
zooi. Ja, ja. Dus, makkelijk. Hey, ook weer even iets anders. Trouwens, leuk dat jullie ook weer met hout opkomen. Ja, heel leuk. Ja, daar heb ik ook echt zin in. Ja, want ik kon dat net ook aan de luisteraars, maar ik vind het ook nog even leuk om het live te horen van jullie. Prachtige petten. Staat daar Early Roosters op? Nee, er staat dichtbij op. Ik weet niet van wat het is. Nou ja, dichtbij de Early Roosters in ieder geval. Ja, dichtbij de Early Roosters. Wat ook dichtbij is, Rinkje, is natuurlijk de kunstroute van Baarnert. 4 ja. en 5 oktober gaat het weer plaatsvinden. Ja. Ik zag jouw naam er ook inderdaad bij staan. Wat kunnen de bezoekers verwachten bij jou? Nou, ik heb uiteraard het werk van de afgelopen jaren hang ik op. Ik heb wat nieuw werk. En nieuw werk, waar moet ik dan aan denken? Nou, nog niet hetgeen waar ik het over had in ons laatste interview. Oké. Gewoon wat meer feel-good werk. En wat ik ook ga doen is, of ben aan het doen, is wat wijndozen beschilderen en theedozen en kleine doosjes. Gewoon wat kleinere dingetjes die niet zo duur zijn. En hopelijk dat mensen dat leuk vinden om voor een klein prijsje mee te nemen. Uiteraard. En dat kan ook gelijktijdig? Ja, tuurlijk. Okay. Gewoon gelijk meenemen. Dus het is tentoonstellen en ook gelijk, als ze het leuk vinden, mogen ze het meenemen? Ja, ja, ook natuurlijk de schilderijen ook, hè. Maar ja. Ja, er zit vaak wat langer werk in. En mensen, het is gewoon een lastige tijd om tegenwoordig dingen te verkopen. Dus ik dacht, nou, wie weet gewoon wat kleine gebruiksvoorwerpen. Is dat leuk? Zeker leuk. Hoe doe je dat trouwens, hè? De kinderen lopen hier omheen. Je bent hier aan het zingen. Ja. Door de week ben je ook met allerlei andere activiteiten bezig. En dan ook nog je kunstenaarschap ook nog uitvoeren. Hoe doe je dat? Nou, ik sta gewoon soms op mijn kop. Ja? Zoiets. Ja. Dat wil je ook niet weten, hoe ik dat doe. Ik sprak net je man. Hoe het af en toe gaat. Ik sprak net je man en die zei van, joh, ik hoop dat ze rustig is bij de microfoon. Want ze was vanmorgen zo zacht. Ja, ik was niet te genieten. Hoe komt dat? Nou, het is gewoon heel druk inderdaad. Ja? Ja. En is dat gezonde spanning? Ja, het is wel gezonde spanning, maar zoals je zegt, het is gewoon heel druk. En kinderen, en schilderen, en nog de band. Maar het is allemaal leuk, dus ja, ik wil het allemaal. Doe je nog meer daarnaast? Ja, ik kan me haast niet voorstellen. Ja, wij rijden ook heel fanatiek paard. Ja, hè? Dat is waar, hè? Mijn man en ik. Destijds heb Marcel je ook, van Wiegen. Ja, dat weet ik. Destijds hebben we Marcel natuurlijk ook een mooie paardrit gekregen bij Ankie. Ja, klopt. Ja. Ik had een les, ja. Ja. Ja, dat klopt. Waarom moeten die mensen nu bij de radio blijven zitten? En wat kunnen ze van jou verwachten? Waarom moeten ze blijven zitten? Nou, natuurlijk om de geweldige opnames te beluisteren. Hè? En dat is natuurlijk verdienste van ons, Timothy Wildschut, die opnames heeft gemaakt. Maar wat ik ook even wil zeggen, is dat Marcel van Wiegen, mijn man, en die is technisch aannemer, die heeft ons ook zo fantastisch geholpen vandaag en gisteren met het geluid, met het aansluiten van de snoeren, met aggregaat. Zonder hem had het ook niet gelukt. Hij verzorgt volgens mij ook de bediening, hè? Hij verzorgt ook een beetje de bediening, ja. Hij is eigenlijk ook een soort van duizendpoot. Jij huurt hem gewoon in? Of zeg je van, je moet mee? Nee, hij wil gewoon mee. Hij doet dat voor mij. Okay. Ja. Nou goed. Want hij vindt het heel gezellig. Want wij in ieder geval willen eens genieten van de Early Roosters. Hierna dit interview. Ja. En straks ook bij het Houten Hok. Hartstikke leuk. En ik hoop inderdaad iedereen te zien bij het Houten Hok. En uiteraard in het atelier. Via in de Dorpstraat. Ja. Het Gouden Rondje. Ja, het Gouden Rondje. Hé, hey, dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, de Early Roosters luisteraart, dat zijn dus Rinkje Wal op zang. Timothy Wilschut, keyboards. Zijn vader Rob Wilschut op drum. Charlie Kroes, gitaar. En Ruud van Zeventer was de Early Roosters.
Ja, de Early Roosters luisteren op de Wereldhavendagen van afgelopen zondag. Ze hebben zelf die opnames keurig voor u gemaakt. U hoorde achtervolgens Tell Me Baby, Hallelujah en Big Long Buke. En 19 december zijn ze bij het Houthok in Heerzam. U weet, daar gaan we weer diverse artiesten laten spelen voor het goede doel. En dat is ook allemaal weer te horen op Exact FM Radio. Maar zolang is het nog niet. Want we gaan eerst nog een paar stukjes muziek horen van de Early Roosters van die opname bij de Wereldhavendagen. Hier zijn ze weer met 4 mooie nummers.
Dinner sentence.
Ruud van Zeventen, Charlie Kroes, Rob Wilschut, Tim Wilschut en onze Baarnigse zangeres Rinkje Wal van Wiegem. Zij stonden op de Wereldhaven daar, ofwel de Early Roosters. En nu hoorde achterin volgens Route 666, Woman Be Wise, Marvin and Miles en Stumbling Blocks en Stepping Stones. We hebben nog één nummer te goed, I'm your hoochie coochie man. Maar ik wil u even vertellen dat Marvin Boer niet de techniek deed vanavond, maar Victor Witkamp, de man die normaal gesproken altijd op maandag aanwezig is, maar hij doet ook weer vanavond. En volgende week, wie weet, doet hij het dan weer. En dan heb ik hier zitten mensen van de Greenspeed, Henk Ferdinanders, zijn broer Danny Ferdinanders en Nes Boerenveen komen hier spelen. Oftewel de groep De Smile met het nummer De Greensmile. In de tweede uur oud-collega's Jim Friedrich en Paul Harthoorn. Ze wilden hogerop. Ik ga van hun horen hoe hogerop ze willen gaan en wat ze hier allemaal hebben geleerd en mee hebben gemaakt. Early Roosters, hier zijn ze nog een keer met I'm Your Hoochie Coochie Man live van de Wereldhavendagen. Tot volgende week.